Welkom bij Disco Totaal Spin and Talk. Wat zijn wij er lang niet geweest? En hier zijn we. Weet je, we hebben van alles te bespreken vandaag. Maar eerst zetten we een plaat op. Want het is spin en daarna talk. Laat even horen in de comments of het hard genoeg is. Normaal laat ik alle platen helemaal horen of ik vind ze niet leuk. Maar we hebben zoveel te bespreken en we zijn heel blij dat jullie er zijn. Vandaag is een speciale uitzending. Er komt van alles straks voorbij, letterlijk en figuurlijk. Maar, just between you and me. Al deze platen die je hoort, die zijn niet van mij. Niet helemaal waar, maar Oscar Gouwenleeuw, Italo connoisseur Pur Sang, die heeft een hele gezellige doos met platen meegenomen. Normaal gesproken zou ik die even in beeld tillen. Maar misschien komt dat later nog als ik wat sterke types kan regelen. Ik heb er een aantal platen uitgekozen die ik zou aanschaffen. En ik dacht, waarom heb ik deze plaat eigenlijk niet uitgekozen? Nou, dat heb je net gehoord. Hij sloeg over. Ik ben niet alleen hier. U kent haar nog wel, de Duvalette. Vanaf het begin. Hier is ze. Lalée Boucher. De drag queen vandaag is in travestie Haaksvrouw. U zag er al even in beeld. Ze gaat alles even vastleggen. En waarom? Omdat we een hele speciale gast erbij hebben. Namelijk Nick Rouge.
dit was eigenlijk een grote tophit. Op alle Italo dingen. Mensen, ik zie allemaal commentaren. Daar ga ik straks even op reageren. Want ik heb zoveel te doen hier met jullie. Bovendien, jullie moeten niet denken dat ik niet helemaal bien ben of een beetje scheel kijk. Want we doen namelijk twee telefoons. Instagram live en Facebook. Dus vandaar dat jullie denken van, nou, zij maakt niet echt contact. Maar dat is echt daardoor. Dus, snap je? Kom, we gaan eens even draaien. Ik ga straks wat meer vertellen over die platen. En waarom en hoe of wat. Want dat is echt wel leuk. Le Boucher, die kan het heel goed uitspreken. Wat staat hier? Tu veux? Tu veux au papa? Tu veux pa? Van Mowgli. Ik vind het een leuk. Het is niet echt super Italo. Laten we even met elkaar afspreken. Want misschien komt Brett terug. Brett, wat is Brett nou weer? Dat is de locatie waar we het Disco Totaal Italo Festivaletje hebben gegeven. En we hebben een optie voor een datum in augustus. Ik hoef niet aan jullie te vragen of je daarheen wil. Natuurlijk. Maar wil je deze plaat dan horen? Het is niet echt heel erg disco, maar het is wel leuk als begin, toch? Het zet de toon, zou ik maar zeggen. Dus laat maar weten of je het leuk vindt. Obscuur, zegt Disco Kok. Zo zelfbelast. Hij is leuk. Oh, hij is heel langzaam, zacht. Tu veux pas?
deze plaat is goedgekeurd door de Duvalettes en enkele van jullie, dus dat is leuk. Nu komt deze een doorzichtig vinyl. Oh, zag je het? Oh, wat heerlijk. Ik weet niet of het 45 is. Laten we het gokken. En het is deze meid. Hoe leuk is dat? Nou, dat is toch meer mijn sound. Dat is meer mijn sound, mensen. Ja hoor. Laten draaien hoor, dit, mensen. Dit is een tophit. Thank you.
woorden voor. Wat een tophit. Echt. Oh. Deze gaan we zeker draaien. Het kan me geen bal schelen of jullie het nou geen tophit vinden of niet. Ik wil dat jullie bij binnenkomst een speciale verklaring aftekenen. Dat je al mijn platen geweldig vindt. Met al die regels is dat wel het minste wat jullie kunnen doen. Nou, dit is even een experimentje. Weet het niet hoor. Het is volgens mij de favoriete plaat van Stippenlift en Bas Kosters. Over deze plaat. Want we doen het hier ondertussen al. Duvalet, hoe lang duurt dit al? Sinds de, voor de lockdown al, of niet? Voordat de plaats was van een lockdown of dit of dat, deden we al Spin & Talk. Dus het is, ik denk misschien een jaartje. Dus we weten wat werkt, wat jullie leuk vinden, wat wij niet leuk vinden. Allemaal dat soort dingen. We doen dit dan ook bloedje nuchter. Vooral met Duvaletters. Maar, Wessel van MVS TV is hier om het vast te leggen. Omdat we, ja, misschien toch gaan we toch live met natuurlijk IOD en een of twee andere knallers. En natuurlijk heel veel optredens en toestanden, nieuwe platen. Dit is meer zo'n plaat voor de radio. Kijk, nu wordt die leuk. Weet jullie nog dat ik het over had met Why Up Not Moment? Hier is die. Kort. Ik vond het te kort. Ja. Nee, hij is niet door de Ballotage Commissie. Maar, ja, het is Spin & Talk. En ik ben iemand die heel snel afgeleid is. Dus ik vind het al heel lastig om door muziek heen te praten. Ik heb ook thuis eigenlijk nooit muziek op. Wat heel raar is, natuurlijk. Wessel, ik moet maar even filmen, die 100.000 platen die ik hier heb staan. Maar ik krijg altijd
Goede laune van muziek, maar ideeën voor nieuwe nummers of whatever voor kunst. En het kan nooit bij mij op de achtergrond. Vandaar dat ik tegenover de kinderboerderie woon. Want dan hoor je af en toe... En dat vind ik dan veel gezelliger. Zo'n drama queen. Dat is toch een soort traffa buiten je huis. Heel gezellig. Een ezel dus, hè. Maar, luister. Nu gaan we het even over deze plaat vandaag hebben. Oscar Leeuwengoud. Ben jij sterk genoeg om dat te laten zien? Lalé Boucher is heel sterk. Kijk eens. Oh lord. Er zit er echt heel veel in. Oeh meid. Zet gauw terug. Pas op voor die bril. Bas heeft een bril uitgeleend. Die gaan we zo laten zien. Hartstikke leuk. Die platen zijn van Oscar. Italo connoisseur pur sang. Die is hier langsgekomen. Want we gingen de apparatuur even nalopen. Bla bla bla. En hij zegt, weet je, ik neem een hele gezellige kist met platen mee. En dat noemen wij mijn non-profit kist, noemt hij dat. En wat hij ermee bedoelt is van, hij koopt zoveel platen op allerlei beurzen en whatever, internet. En daar zitten er wel eens gewoon dubbele bij of drie dubbele, dat hij ze bielig ziet staan. En dat wil hij dan voor ook bielig doorverkopen. Het leuke is, ik heb er 15 uitgezocht. Helemaal te gek. Maar ik luister, hij was hier en we hadden een hele tijd niet gedraaid. En ik was zo blij om Italo-muziek weer te horen. Dat je natuurlijk bijna alles leuk vindt. Zo werkt dat. Weet je wel, dat heb je ook als je een gemiddelde gaybar inloopt. Dat je denkt, de eind van de avond, wat heb ik nou weer meegenomen? Maar ja, hè? Paarse helm. Past iedereen. Anyways. Ik heb de 15 uitgekozen en het leuke is, dan zegt hij, oh, ik wil eigenlijk een Disco Totaal t-shirt. Oh, nou, ik heb natuurlijk Organized Chaos hier, want ik heb zoveel spullen. Maar ik heb het in één klap, had ik hem. Dus heeft hij hem. Maar wat zo lief van hem is, hij zegt, laat die kist even staan en dan kan je spin and talk doen. Want dat is natuurlijk het idee, vanaf dat we al weet ik hoe lang bezig zijn, dat ik random wat uit de kast pak en dat opzet. Nou, dat is nu helemaal random, omdat ik niet weet wat het is in die hele kist. Niet helemaal waar, want we hebben een aantal dingen uitgekozen. Ik heb 15 gewoon. En ik luister natuurlijk van, is het wat voor jullie op real life, on the dance floor? Ik ga dus even nu naar die andere telefoon kijken, want anders voelen jullie... je weet wel. Anyways, ik had er 15 uitgekozen, maar toen luisterde ik ze daarna. En toen dacht ik, wauw, deze, wauw, dat. En toen dacht ik, ik heb die andere kist, dat maakt toch niet uit als ik er maar 15 heb. En daarnet hoor je dus eentje die dus een tophit is, maar die, daar zat een kras in. Nou, die maak ik liever zelf, snap je? En de enige kras die ik heb, daar zit ik op. Dus, nee, snap je? Dus, maar het leuke is, dit hele idee van wat leuk, ik kan ze dan gewoon inwisselen met het goed vinden van Oscar. Dan moet je dat kunnen we dan misschien in de comments hier lezen of die dat ook even vindt. We doen het gewoon, maar we draaien ze. Maar dat nummer wat we net hoorden, hoe heette dat ook weer? Deze... Die witte, wat een tophit was dat. En die zat dus niet in mijn uitgekozen lijstje. Dus dat betekent deze, kijk eens. Want ik was natuurlijk niet geïnspireerd door die hoes. Want ik ben natuurlijk visueel ingesteld. Daar ga je alweer. Dus dit is een definitely tophit. Dus die gaan we forever, ever altijd draaien. Nou, genoeg gepraat. Top 15, zegt die Jordi. Inderdaad. Ik heb niet zo'n enorme muzikale kennis zoals Jordi dat heeft. Maar die houdt meer van Bionica, geloof ik. Anyways, we gaan nu een nieuwe plaat draaien. Oh, ja. Ja. Oh. Kijk, daarom gaan heel veel DJ's digitaal, hè David. Maar jij houdt ook van met vinyl draaien. Maar hier, deze sloeg meteen over. Zullen we even kijken of dat echt zo is? Want anders dan trappen we er niet in. Maar de hoes is zo zalig. Oh. Ja. We'll be right back.
weet ik weer waarom ik deze wilde. Want dit is deze tophit die iedereen heeft. Maar is het nu in het Frans. Nee, dit is een blijvertje. Is het een blijvertje? Het is een blijvertje. Nou, okay. Behalve die broek, want die zakte vanaf. Maar... Hoor, zij kan ook zingen hoor. Hoor de zingen. Het is, ik zei dat het een ezel was, die drama queen. Nee, het was Lalé Boucher. Wees niet saai, laat het even zien. Ze heeft zo'n verkwikkelijke lach, echt. Oh, oh. Ja. En dan moet je er een fietsstrip overheen halen. Moet je dan kijken wat er dan gebeurt. Ja. Spin and talk. Nou, spin and tok tok, zou je zeggen. Kom, gauw op. Ja, jullie zijn hier voor de kwaliteit. Excusez-moi. Nou, komt. Miss Bliss zegt, wat een heerlijk intiem feest. Nou, ik heb binnenkort... Ga naar mijn OnlyFans. Nee hoor. Zie mensen wel je handen? Thank you.
van? Ik vind het... Nee. Nee, ik vind het... Nee, het gaat niet door de ballotagecommissie. Het is heel erg gezwollen. Het is een beetje Pet Shop Boys-achtig. Dus ik snap wel de attraction van die types om me heen. Maar nee, ik moet toch streng zijn. Want er zijn so many shoes, just too little feet. Ik bedoel, zoveel many platen. En nou ja, dat komt. Snap je? Dit wil je. Ik denk dat dit wel een blijvertje is. Dit is een blijvertje.
Even kijken. We gaan nu een plaat draaien die gaat over make-up instructies. En het heet Scratch Your Face. Oh!
Ja, nu weet ik het wel hoor, met dat gescratch. Hè? Dat is ook altijd al maar even leuk. Net zoals Acid. Moet je nou eens kijken. Sharon. Met... Pardon. Sharon met Boyfriend. En dit is niet Sharon, dit is die Boyfriend. Ook wel eens leuk, toch? Kom maar. Ladies and gentlemen, we'd like to present you on a Reggae Moscow Duration star is boy named Andrew, but a song called Boyfriend from the city has the zizzle. Dus een twijfelgeval voor de dansvloer. Ik hoor graag jullie commentaar. Ik heb even verteld wat het was. Sharon. Met Boyfriend. En het leuke is in al die andere platen. Ik zie dat Oscar heeft gezegd wat die platen waren. Want hij weet natuurlijk van de hoed en de rand. Ik had hem wel in de uitgezochte platen. Paal neergezet, toch? Lallée, Boucher. Leg de plaat even weg. Maar als we gaan voor hoezen, had ik iets heel gemeens. Had ik net uitgezocht. Ah, kijk dan. Oh, ja hoor. Kijk, dat is toch bijna hetzelfde. Beeldschoon. En het staat hier gewoon in de studio. Voor jullie, hè? Voor jullie. En bovendien... Voor niks. Want we hebben er geen link aan gehangen voor nieuwe platen. Want die heb ik dus net al voor een Disco Totaal t-shirt gekregen. Dus ik heb jullie hulp nu even niet nodig. Bovendien krijgt deze meid voor Disco Totaal, of kunstenaarschap, de Tozo. Dus mede dankzij Lallée Boucher. Dus ik zeg, weet je, laten we dat gedoe even niet doen. Volgende keer komt er een nieuwe plaat uit. En zoals MVS TV even graag zou weten. Goh, ik ben helemaal uit beeld in die Instagram. Excusez-moi. Zie je wel, jullie denken dat ik niet bien ben. Maar goed, eind augustus is het misschien zover. We weten het niet. Snap je wat ik bedoel? Misschien moet je een discotest ondergaan. Want als je niet pittig bent, weet je wel, het is een nichefeestje. Klapvee gaat maar naar, wat zullen we nog eens verzinnen? Er zijn genoeg andere feesten. Dit is voor de Happy Few met DJ R.O.D. Wat denk je daar nog van? Oh, ja, ik beloof wat. Ja hoor.
weet het niet met deze plaat. Hij is, nee. Voor mij is hij een soort tussen middle of the road. En we gaan niet voor middle of the road. We gaan voor kant en luxe goederen. Nou, de volgende plaat. Wat is het? En de meest afschuwelijke hoes. Ik snap niet waarom ik hem uitgekozen. Er staat House Arrest, The Beat is the Law. Het klinkt afschuwelijk, maar ik heb hem uitgekozen. Dus ja, we waren niet aan de zuip. Dus dat doen we niet meer. Dus misschien is het een tophit. Oscar weet het. Komt-ie. Nou. We'll be right back.
noemen me nou ook wel eens... Maxime D. Maxime D. Nou, een naamgenote. Dus we gaan even Maxime D. van... Niet van Duval, maar D. van Lallée Boucher. Gaan we even opzetten. Kan het de vorige plaat overtreffen? Ik zeg even overnieuw. Oeh. 1, 2, 1, 2, 3. Na al het Franse gedoe, nu even Duits. Even mijn twijfels even plaat. Maar is gewoon persoonlijke favoriet, toch? Ja, snap je? Mensen, we zijn alweer bijna toe. Oh, ik word zo heet van deze plaat. Ik bedoel, ik krijg het zo warm van deze plaat. Oh, lord. We gaan met de platen uit die zijn bekende. Maar die is toch wel heel leuk, weet je. Want ik wil jullie toch dat je denkt van... Goh, ik heb iets nieuws gehoord. Maar er zitten misschien toch wel een paar top 40 meer tussen hier. Je weet het niet. En dit was stond in de top 40 100 jaar geleden. Dankjewel voor NVS TV. Bessel Haaksman. Dankjewel, Lallée, Boucher, Duvalet en de nieuwste Duvalet, Nick Rouge. Dankjewel voor het kijken. Misschien eind augustus met IRO-D komen we naar jullie toe.
uitgenodigd. Laat me weten of je deze deun herkent. Dankjewel voor het kijken.